In deze video laat ik je het Oblink stabiel PVC windscherm zien. Dit robuuste en stevige windscherm biedt privacy op de camping en heeft de lengte van 6 meter en hij is maar liefst 1,40 meter hoog. Als eerste halen we het windscherm uit de verpakking, dan spreiden we het doek uit en vervolgens zetten we de stokken in elkaar. Als eerste schuiven we de staanders door de sleuven van het doek heen. En vervolgens doen we hetzelfde met de dwarsstokken. Daarna kunnen we de dwarsstokken bovenop de staanders gaan plaatsen. Nu pakken we twee scheerlijntjes. Deze bevestigen we aan het begin van het windscherm en we spannen ze in een hoek van 45 graden naar buiten toe. Daarna kunnen we de eerste staande overeind gaan zetten en dan hebben we de handen vrij om de rest van het windscherm af te spannen. De stevige T-poort is voorzien van ogen waarmee we de staanders kunnen vastzetten met haringen. Nu kunnen we de rest van de staanders overeind gaan zetten en met scheerlijnen naar buiten spannen. We beginnen bij de tweede staander en werken naar achteren door tot we bij de laatste staander zijn. Bij de laatste staander spannen we de scheerlijnen weer in de hoek van 45 graden naar buiten toe. Om het windscherm stevig neer te zetten, spannen we de scheerlijnen minimaal 1,5 meter buiten het windscherm. Nu het windscherm overeind staat, hoeven we alleen het doek aan de onderzijde nog maar vast te zetten met haringen. Verwacht je wind van de zijkant of wil je graag extra privacy op de camping, dan kun je het windscherm ook in een L-vorm neerzetten door één of meerdere panelen naar binnen te klappen. Ben je na het zien van deze video benieuwd geworden naar dit windscherm of een van onze andere windschermen? Kom dan eens langs in onze winkel of bezoek onze website oblink.nl. En wil je meer van onze video's zien? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.